Isabelle Schot, heb je gehoord van die nieuwe studentenvereniging? Het blijkt dat ze behoorlijk exclusief zijn. Hè? Studentenvereniging? Met wij ons erbij aansluiten? Oh ja, Isabelle. Het schijnt dat ze echt een heleboel leuke dingen organiseren. Echt van wijnproeverijen tot karaokeavonden. Het is echt gewoon een club voor avonturiers zoals wij. Nou, dat klinkt in ieder geval stukken vermakelijker dan de bierpongavonden. Precies, maar laten we eerlijk zijn, Isabelle. Herinner je je nog die ene keer dat je dacht dat de Chardonnay een nieuw soort kaas was? Laten we dat moment alsjeblieft vergeten. Maar laten we hopen dat we de studentenvereniging niet vergelijken met culinaire hoofdstandjes. Laten we hopen van niet, maar laten we ons gewoon aanmelden en kijken waar het ons brengt. Misschien komen we wel een Chardonnay tegen die ons kan vertellen wat een Chardonnay echt is. Nou, wie weet vinden we wel interessante mannen. Ja, absoluut. Misschien kunnen we wel met de prijzen regelen. Dat klinkt goed.